De Caribbean Green Tech Startup Bootcamp 2018 is ten einde. Afgelopen zaterdag is deze driedaagse interactieve en intense training afgesloten met een prijsuitreiking. In first place, save the world, plant a tree. First place goes to de zeer enthousiaste winnaars van de Bootcamp 2018, de Suriname Heritage Education NV SHE. Op de tweede plaats is geëindigd Go & Grow en op de derde plaats Team Victorem. De zes teams hebben zich gedurende drie dagen intensief en constructief ingezet om hun business idee te presenteren. Aan het eind van de rit zijn ze door een deskundige jury onder leiding van Danny Latschman heel kritisch onder de loep genomen. De andere juryleden waren Edward Lee en Marion Stekkel. Orlando Ollenberg van Googleplex Technologies is zeer te spreken over deze driedaagse Green Tech Bootcamp, georganiseerd door zijn bedrijf en de Caribbean Climate Innovation Center, CCIC. Volgens Ollenberg is het doel gehaald. Net als je kijkt naar het resultaat, dat de mensen met geweldige ideeën zijn gekomen. En niet gewoon ideeën waar je niets aan mee kan doen. Het zijn ideeën waarmee je iets kan doen. Dan zeg ik, dat we het doel gehaald, ja. Voor nu. Voor nu, ja. Okay. Als u zegt voor nu, dat betekent dat er ook een later is. Wat gebeurt er later dan? Sowieso, omdat wij een support systeem gaan opzetten, waaronder een support fund. Omdat wij na 3 tot 4 jaren deze ideeën, deze producten willen zien dat ze zijn uitgegroeid tot geweldige bedrijven. Als we dat niet zien, hebben we gefaald. Wat is het belang van Googleplex Technologies, SAC? Wat is waar voor staat die SAC? SAC staat voor South American and the Caribbean. Nou, u weet dat we 7 jaar geleden zijn begonnen met zonne-energie in Suriname, maar niet alleen vanuit het aspect van het product, maar ook om ontwikkeling te brengen in de gemeenschappen. En in datzelfde kader heeft CCIC ons benaderd. Ze zeggen van, we vinden je concept goed. Help ons om ook andere ondernemers op andere gebieden te ontwikkelen en ze te helpen om zichzelf, zoals wij ons ontwikkeld hebben, dat zij zich ook kunnen gaan ontwikkelen. Alle startende entrepreneurs ontvingen een certificaat van deelname. De eerste prijswinnaars gingen naar huis met $1,000, de tweede met 500 en de derde prijs met $250. Carlington Burrell, hoofd- en projectmanager van CCIC, is zeer onder de indruk van het enthousiasme waarmee de participanten hebben deelgenomen aan deze 12e bootcamp. Oh, wonderful groups of participants. Lovely set. Yes. You see, the thing is, they're so intrigued in about the various training courses, the various methodologies. They wanted to learn the tools. You could see them applying the tools and the technique that were taught, you know, and they're, you know, applying it to their projects, to their ideas. And then most of them say that they're going to take this away to apply it to their daily lives. And other functions of their lives that they carry out on a daily basis. Yes. So in the near future, we will have a lot of young entrepreneurs. I'm sure. So this is just the first wave of entrepreneurs that we're going to have in Suriname. You know, from these enthusiastic set of entrepreneurs, I'm sure they're going to go and they're going to spread the word. They see the knowledge, the tools, the techniques, the information that they have gotten from the bootcamp. It's just a wealth of knowledge. And I'm sure they're going to apply it. Deze 12e Caribbean Green Tech Startup Bootcamp had als thema Tackling Climate Change Through Innovation and Entrepreneurship. De bedoeling is dat de winnende entrepreneurs verder begeleid zullen worden bij het uitvoeren van hun businessplan.